Woensdagavond 18 maart werd in het stadhuis van Bolsward de Klaas Kingma Sportprijs uitgereikt van 2009. De in 1987 geïntroduceerde prijs wordt één keer in de twee jaar uitgereikt aan een persoon of vereniging die bijzondere sportprestaties heeft behaald of zich op bijzondere wijze heeft ingezet op sportgebied. Een speciale commissie, bestaande uit twee oudsportlieden en een gemeenteraadslid, hebben zich dit jaar gebogen over de toekenning van deze prijs. De inzet op sportgebied en de bijzondere sportprestaties waren belangrijke beweegredenen om schaatser Peter Nauta voor te dragen. Vanaf 2003 tot 2005 werd Peter onder andere regiomarathon kampioen Friesland, werd tweede in de B-divisie in het algemeen klassement, werd derde op het Nederlands kampioenschap op het kunstijs in de B-divisie en Nederlands kampioen skileren in de B-divisie. In de jaren daarna werd hij ook nog eens Nederlands kampioen bij het marathonschaatsen en winnaar van het sprintklassement in de B-divisie. En dit seizoen richtte hij schaatsteam Bolsward op. Daarmee werd hij zowel winnaar van de KNSB als de Ascent Cup marathonschaatsen B-divisie. En bij het Nederlands kampioenschap marathonschaatsen op natuurijs in februari 2009, waarbij de gehele topdivisie aanwezig was, werd hij als rijder in de eerste divisie 11e. In een volle raadzaal kreeg Peter de oorkonde en de bijbehorende cheque uit handen van wethouder sportzaken mevrouw Pieters. Dit is de oorkonde van de Klaas Kingma prijs en degene die hem gewonnen heeft, dat is Peter Nauta. Nou jongen, gefeliciteerd. Ja, dank u wel. We hebben elkaar het oude seizoen al eens vaker getroffen. Maar het vaststand van schaatsteam Bolsward en maar de eerste natuur is in de stad. Even in Friesland en ja, nou deze mooie prijs, wat betekent dat voor jou? Ja, heel veel wat. Nou, in de speech hier collega's van mij van nou, dat we wel mooi zijn om ons een keer wat contact hanteren en maar dat we in Perelien. Dus ik hier daar ook niet meer echt bij stil zien. En nu kwam er een brief van de gemeente Bolsward en dat is die dat in. Dat is een grote verrassing. Nou, Benny Stevens is hier van de juryleden die de prijs daar kent. Ja, dat is ook een oude spatter en die zit in de jury inderdaad. Het is een mooi seizoen voor die rest, hè? Ja, echt top. Dat is een geweldig seizoen. Ja, mooi de oprichting van het team en dan ik nog dat het dan slaagt. Want je doel wie om de klassementen te winnen, beide. En het Nederlands kampioenschap ik, dat misleidde wat. Maar desalniettemin woonen we twee. En dan kijk ik gewoon een soort van Frederik kant die ik een hele stap naar voren die ik twee wedstrijden moet hebben. En en als het dan een massasprint was, dan kon ik gewoon heel goed helpen. En daarbij hier week nog twee knechten die de gaten nog goed tegenreden, maar ik hoop met zeker de boer. Ja. En hoe trots bist op die broerke? Ja, top hè. Het is wel hartstikke mooi dat er ik bij de Ariërs koe. Maar er is zoveel Ariërs die hek in ploeg. Dus het is al een eer om als B-rieder wel Ariër te worden. En dat is dan heel veel Ariërs voorbij. Want dat is voor jou nou gebeurd, hè? Er is een club van de Ariërs bij die komen. Ja, er is inderdaad een club komen. En dat geven we volgende keer, strijden we daarvoor. Waarschijnlijk het schaatsen in Bolsward, Schap van Frederik Nauta. Dus, Maar wat betekent dat voor die werk? Want ja, de beste trots van die werk als inseminator. Maar dan moet waarschijnlijk nog meer trainen. Ja, maar waarschijnlijk een stukje meer voor trainen. Maar ja, het werk komt nog steeds op de eerste plak. Dat is wel het inkomen. Ja. En het dus drie is leuk dat het er goed bij gaat en ik heb natuurlijk alles aan het doen om dat zo te krijgen.